Vanmorgen vroeg gaat in Israël het luchtalarm weer af. En boven Gaza zijn al snel weer rookpluimen van ontplofte bommen te zien. Een week lang werd er niet gevochten, maar dat is nu dus weer voorbij. Sinds 7 oktober is het oorlog in Gaza en Israël. De terreurgroep Hamas viel op die dag Israël binnen, maakte veel slachtoffers en nam met geweld ruim 200 mensen mee naar Gaza. Israël nam daarna wraak en viel Gaza aan met bombardementen en militairen. Daarbij kwamen duizenden Palestijnen om. Sindsdien is er oorlog tussen beide partijen. Vorige week spraken het Israëlische leger en Hamas af om tijdelijk even niet te vechten. En iedere dag dat er niet gevochten werd, liet Hamas gijzelaars vrij en Israël Palestijnse gevangenen. Maar vanochtend kwam er dus een einde aan de gevechtspauze. Volgens Israël vuurde Hamas vannacht als eerste weer raketten af op Israël. En daarom is het Israëlische leger ook weer met aanvallen begonnen. En daarbij vielen tot nu toe al veel doden en gewonden. Op plekken waar gebombardeerd wordt, vluchten mensen weg. Waarheen is moeilijk, want op veel plekken in Gaza is het niet veilig.